Ik kan wel zeggen dat het een succes is. Ja, we hebben volgens mij 76 aanmeldingen van lokale bandjes. Dus we weten uh, over een paar weken weten wij wat ze zich allemaal in de kelders en in de schuurtjes in Leiden afspeelt op muziekgebied. Tijdens de coronacrisis stelt directeur Ruud Visser Gebroeders de Nobel beschikbaar aan bandjes en DJs uit de Leidse regio. Hier staan we in de studio, in het studio gedeelte van de opnames in de kleine zaal. En in de grote zaal staat de band, of in dit geval de DJ. Nou, die gaan daar helemaal los met licht, en daar staan camera's op. En hier uh, vindt een beetje de regie plaats en uh, worden de opnames gemaakt. We hebben een uh, afspraak met de Leidse Burgt dat, dat we een uh, soort festivalletje gaan uh, organiseren via de Leidse Burgt. Ook in een streamverband en dat gaat ergens eind mei, geloof ik, plaatsvinden. Dan hopen we twintig goede acts eruit te hebben kunnen halen. Niet iedereen wil ook in de Leidseburg een presentatie doen. Maar degene die willen en die wij ook goed genoeg vinden daarvoor, die gaan we daar uh, voor een groter publiek streamen. Een van de parels van Leiden die het aanbod van de Nobel met open armen ontving is de DJ school van Michael Barentsen. Ja, Worden eigenlijk begeleid door de Nobel gewoon helemaal professioneel, dus met uh, ja, goede cameraposities en uh, vette lichtshow. En uh, ja, de leerlingen uh, ja, die draaien lekker hun setje. Dus we eigenlijk maken we gewoon een uh, soort online feestje van. Waren ze zenuwachtig? Ja, sommigen zijn wel echt heel zenuwachtig, echt al een week van tevoren. En dan probeer je toch nog een beetje moed in te praten. Van, nee, het gaat wel goed, net als in de les. Doe maar net alsof je eigenlijk in je slaapkamer staat. Maar ja, dan komen ze hier binnen en is dus van wow. De meesten draaien of in het slaapkamertje of uh, ja, bij mij in het lokaal. Uh, maar ja, op zo'n groot podium, dat is voor natuurlijk wel uh, ja, heel indrukwekkend. Voor DJ Olivier was het voor het eerst dat hij op het bekende Leidse podium stond. Elke lijn Kent Gebroeders de Nobel. En dat is natuurlijk wel ja, altijd tof als je hier, hier mag staan, uh, als je hier bent. Dus ja, dat, is, dat was echt een leuke ervaring. Dus, uh... Ben je daarvoor nou ook aan het oefenen, dat je zo mee beweegt? Uh, nee, ja ja misschien wel een beetje je probeert natuurlijk wel uh, indruk te maken ook niet alleen met uh, je muziek maar ook gewoon met lichaamsgebaren uh, maar ja dat zit ook wel gewoon een beetje in me dat ik gewoon ja ik hou gewoon heel erg van muziek dus eigenlijk ga ik bijna vanzelf gewoon uit, uit mijn dak als ik uh, dat soort muziek hoorde heb je nou een toekomstdroom in het DJ zijn uh, ja ik heb altijd gezegd dat ik ooit op Tomorrowland zou willen optreden want dat vind ik echt ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar na corona is dat echt mijn droom om daar te zijn. En hopelijk later ook ooit op te treden. Want dat vind ik wel echt een heel vet festival. Het laatste optreden verzorgde de oprichter van DJ School Zero zelf. Ja, nou, ik, ga dus, ik heb mezelf een beetje uitgedaagd. Ik ga 13 nummers in 12 minuten draaien dus.